idiomas. Even voordat we beginnen, was Günther en Wolfgang. Günther en Wolfgang. Günther en Wolfgang. Goed. Hoe lang woont u al in Nederland? Ja, god, pak een beet. Wij wonen hier toch zo'n enkele tientallen jaren, toch zeker al. Mm-hmm. Wij zijn hier eigenlijk gekomen in een periode dat er een, ja, zeg maar gerust, een conflict was tussen de toenmalige Duitse regering en de toenmalige Nederlandse regering. Mm-hmm. Een conflict wat op het moment helemaal niet meer bestaat. En ja, we zijn in die tijd eigenlijk een beetje blijven hangen voor Nederland. Ja. Dus jullie zijn onder de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog naar Nederland gekomen. Daar ga je alweer. Daar ga je alweer. We zijn blijven hangen na een conflict. Ja. Oh, ja. Dan kun je zelf je dingen aan gaan verbinden. Maken. Okay. Bevalt het u in Nederland? Schitterend. Ja. Maar ja, goed. Dat zijn dan toch een beetje waarom we dan hier zitten. Mm-hmm. Dat wij er wel eens vervelend van worden als je bijvoorbeeld een supermarkt ingaat hier. Ja, je wordt nagekeken. En nu, ja. De mensen vallen stil. Er gaan kinderen, die gaan rare dingen roepen. Je wordt een hoop gekwek achter je rug. En je denkt, verdorie, is dat nou nog nodig? Ja. Ik bedoel, ga je gang. Ik bedoel, kijk, als je in Volendam bent of Marken, hè, dan lopen ze ook in klederdracht. Ik bedoel, kan ook. Ja, niemand het over. Heeft u nou een want ik begrijp dat u nogal moeilijkheden hebt. Wat heeft u nou een specifiek voorbeeld van hoe u? Dan vraag je me wat. Ik kom dan bijvoorbeeld als een groenteboer in ons dorp. En we houden erg van, Günther had erg van tuinieren, ik hou erg van krokerellen. En ja, dan behalve de Nederlandse gerechten maak je ook wel specifiek typisch Duitse gerechten. Dan ga ik naar zo'n groenteboer toe. En dan voor een bepaald Duits gerecht heb ik bijvoorbeeld rauwtettig nodig. Ja. Dat is een specifiek Duits kruid wat in Nederland niet te krijgen is. Dus ik zeg tegen zo'n groenteboer, haal dat nou eens een keer in huis. Ja. Hè? Dat verdomt hij gewoon te doen. Dus je staat op dat moment, sta je in zo'n winkel, zeg, wat moet u hebben? Ik zeg, rauwtettig! En van de weeromstuit ga je dan tegen zo'n man, sta je daar te schreeuwen en te vloeken en te schelden. Ja. Want het gaat er gewoon niet in. Bij je, in ieder geval bij zo'n groenteboer. Dus nee. Dat is dan bij de groenteboer. Dat is natuurlijk lastig. Dan moet u die spullen waarschijnlijk weer uit Duitsland laten komen. Je moet dan je familie meenemen. Dat is ontzettend gedoe allemaal. Iets waar u tegenop ziet, zo, wat u, waar u tegenaan loopt. Wat, nou, toen met dat, we hebben die 40-jarig, 50-jarig oude landingsvaartuig. En daar willen we dan nog wel eens de zomer zo'n beetje mee gaan cruisen. Naar het strand op en neer en dan kan je zo het water in. Dat is, en dan krijg je toch, dan kom je van dat strand terug met wat vrienden en wat biertjes op. En dan, dan staan er allemaal vervelende dingen op zo'n ding gekalkt. Ja. He? Dat zien ze dan aan dat Duitse nummerbord, maar daar staan echt afschuwelijke dingen op, hoor. Ja. En als je daarmee dan hier naar Nederland, in Nederland mee naar de politie gaat, dan word je niet serieus genomen. Dat vind ik wel eens vervelend. Maar nu zijn jullie eigenlijk, omdat jullie dat is ook zo, een gebaar willen maken. Ja. Iets willen stellen. Een hand uitsteken. Een hand uitsteken, precies. Nou, daarvoor hebben wij een gedeelte van ons decor helemaal omgebouwd. Daar is een keuken. Laten we daar maar even naartoe gaan. We hebben alle spullen die jullie nodig hadden, hebben we hier allemaal klaargezet. Alles is er. Ja, jullie gaan een minuutje of wat voor ons kokerellen. Ja. Ja. Wat gaan jullie precies klaarmaken? Nou, het is eigenlijk als een verzoenend gebaar, een uitgestoken hand naar de Nederlandse bevolking. Ja. Een eigen recept, een echte Duitse Wiedergutmachungsschnitzel. Ik zou zeggen, ga je nu gaan.